Maar dan naar de actualiteit toe. Wim, hoe logisch is het dat Ajax afscheid neemt van Maurice Stijn? Op zich is het wel logisch, maar het moment waarop... Ik had gedacht, laat hem dan ook die twee wedstrijden nog even doen. Ja, leidersweg nog even afmaken. Nou ja, voor iedereen die er nu instapt... of er stapt een tijdelijke interim in, eventjes voor deze twee wedstrijden... Ja, die heeft dan ook met waarschijnlijk twee nederlagen aan zijn broek. Dus ja, ik verwacht niet dat er een trainer komt voor twee wedstrijden. Jij wel? Ja, maar misschien Maduro of Bakari. Ja, maar die zullen we nu gaan overnemen, denk ik. Maduro gaat het nu doen. Ik had je gisteren nog aan de lijn. Hè, via dat speciale apparaatje wat wij allebei zo voor ons gezicht moesten houden. Hey, jij zei belachelijk als het zou gebeuren. Ik zou het onlogisch vinden. Nou, belachelijk niet. Dat zei ik niet. Maar je moet wel goed luisteren. Maar het is, ik zei wel van, het zou logisch zijn. In deze tijd. Onvermijdelijk zei jij, maar ik zou in de wet van de voetballerij wordt een trainer verantwoordelijk gehouden voor de resultaten. Jij zou het niet terecht vinden? Nee, ik zou het in dit geval niet. Nee. Maar ja, goed, dat is... Misschien ook wel zijn eigen schuld. Trainer ooit, nee, maar dat is misschien ook wel zijn eigen schuld geweest. We hadden het er net ook even over. Als je instemt met bepaalde zaken aan het begin, als je net begint. En de technisch directeur mag alle spelers aantrekken. Ja, dan moet je. Ja, Mike Verwijs zei zojuist, zag ik in een artikel, dat hij wel degelijk had bedongen dat hij ook inspraak had, mondeling. Alleen dat bleek uiteindelijk in praktijk niet het geval te zijn. Hij heeft ook een aantal weken geleden, heeft Maurice ook gezegd van... Ja, ik wist niet wat ik... deze spelers heb ik niet meer ingestemd. Maar goed, dat is nu ook gelijk je vuilkuil. Als je een aantal weken dan niet wint, dan gaan die spelers zich ook misschien tegen je keren. Nou, je ziet het ook, hè. Als je kijkt naar die ploeg. Ik zie niet echt een ploeg wat voor hem door het vuur wil gaan. Nee. Dus als je alles analyseert, was het onvermijdelijk, inderdaad. Maar ik vind het wel, de manier waarop is, vind ik wel zonde voor hem... Toch? Als je net bij Ajax hoofdtrainer bent, je zo snel uit. Ja, dat is triest. Ja. Maar goed. Het komt bij dat jij en elke Rafael nog een aantal mensen ook een speciale band met me opgebouwd hebben. Nee, dat heeft niks te maken met een band, Wilfred. Want je weet hoe ik ben. Ik ben ook kritisch geweest over Heitinga. Nou, dat is dus je niet een dank afgenomen ook? Sorry? Dan nam je ook niet een dank af? Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dat betekent wel dat ik kritisch ben als daar waar nodig. Ja. Dus dat ben ik ook... Tuurlijk, ik snap ook niet wat er allemaal nu bij Ajax gebeurt. En dat als je 2-0 achter staat, dat je ineens wel op 3-2 terug kan komen. En het dan vervolgens weer weggeeft. Maar ja, dat zijn details. En ja, het klopt niet. Ook de suggestie van Pierre van Hooijdonk, Sjoerd Moussou, dat jongens zoals jij te veel de steun gaven aan Maurice Stijn, omdat jullie zwak voor hem hadden, omdat je koffie met hem dronk, afspraken met hem wilde. Ik heb nog steeds dezelfde mening. En daar blijf ik bij. Ik vind het natuurlijk onvermijdelijk, maar de situatie is anders, vind ik. Dat een trainer die totale zeggenschap heeft... Nou, jij zegt net dat wel zo is geweest. Dat die, maar ja, dan ligt Maurice... Dat lees ik nou net geleden in een artikel, ja. Maar goed, laten we even vanuitgaan dat we Maurice's woorden moeten geloven. Hè? Ja, dus dat hij bij geen enkele speler zeggenschap had. Nou, dan vind ik het zuur voor hem. Ja, dus nou, ik vind het wel zuur voor hem. Maar... Nou, ik ben benieuwd hoe het onder een andere trainer gaat. Nee, ik ook. Weet je? En, slechter kan niet, hè? Nee, maar misschien kan het... Nee, maar het kan wel beter. Ja, ja, dus komt kan het hetzelfde beter. Neer. Ja. Dus, en of een andere trainer wel het weet uit te halen. Of dat het gewoon allemaal bagger blijkt te zijn. Dat, ik kijk even naar de man met de meeste ervaring aan tafel. Dick, eigen schuld, dikke bult, dit? Nou ja, je weet als trainer zijn, als je niet presteert, wie het ook is. Ja. Of een Vergaal heet, of advocaat, of Stijn... Ja, dan ga je eruit. Ja. Dat zijn de consequenties. 11 wedstrijden, 2 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 5 keer verloren. En dat zal u zelf ook wel begrijpen. Maar ja, ik heb ook een band met hem. Ik ken hem ook, dus ik vind het heel vervelend voor hem. Want hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan bij Sparta. Maar het blijkt toch dat zo'n club iets anders is. Maar is het allemaal bagger, wat Wim nu net ook schetst? Nou, dat zal de komende tijd... hij heeft sowieso al 4, 5 internationals vanuit Nederland die erin spelen. Ja. Maar alles wat me tegen kon zitten, was tegen hem. Met spelers, met wedstrijden, met resultaten. Ja, en dan ook nog steeds... Wij weten nog steeds niet of hij inspraak heeft gehad, of wel of niet. Ja, dat was een mondelijke afspraak, maar die is nooit nagekomen. Daar kwam het een beetje op neer. Ja, toen had hij misschien toch iets harder moeten zijn. Dan kan je wel zeggen, oké, ik kom van Sparta, dan moet je malingen hebben. Ja, maar zoals Westie ook zegt, ze gingen niet voor hem door het vuur. Ooit zei Co Adriaanse, de coach is het thermometer van een team. Ja. En ik heb niet het gevoel dat die jongens... Maar weet je wat ook is, Wilfred? Kijk, als speler zijnde, dan weet je dat zoiets leeft. Dat de trainer, je hoort ook natuurlijk alle praatprogramma's. Je leest de kranten als speler zijn. Dus iedereen merkt dat de trainer op de schopstoel zit.
Nou, dat gaat een eigen leven leiden. En de ene die niet speelt, ja, die gaat dan een beetje zo Berghuis, proberen om onrust Berghuis te zaaien. Peres zei gisteren, en Fink zei dat ook, die saboteert de boel. Die komt erin op een manier, hij liep niet met zijn man mee, deed alles verkeerd. Saboteerde Berghuis gisteren de boel? Nou, laat ik het dan zo zeggen, hij viel niet geweldig in. Nee. Dat is understatement. Het was schandalig volgens deze twee analisten. Zou je dat durven onderschrijven? Kijk, die Berghuis, die is normaal gesproken altijd in de driftige, en met name toen hij bij jou ook bij Feyenoord speelde, daar had hij altijd wel het driftige temperament, weet je, in het goede of in het slechte. Maar ja, gisteren leek echt nergens op. Hij is wel moeilijk zwaar gebaseerd. Dat hoort natuurlijk bij hem ook, dat temperament. Mm-hmm. Maar het is nu een dood vogeltje, en dat is hij helemaal niet. Ja, maar dan kun je toch nog wel werken? Dan kun je toch achter je man lopen? Ja, oké, maar daar ben je als trainer ook verantwoordelijk voor. Maar hij liet hem door het ijs zakken volgens die twee analisten. Ja, dat weet ik niet. Het is moeilijk te horen. Ja, maar misschien was hij ook nog wel niet fit genoeg, hè? Maar dat kon ook niet beginnen. Want normaal zijn dat soort spelers die beginnen. Ja. Maar misschien was hij alleen maar fit genoeg voor een half uur. Of, ja. Weten we niet, maar hij liet alles er voorbij. Of wilde hij misschien, misschien juist wel voor Stijn een half uur voetballen? Ja, dat weten we ook niet. Dat zag er niet uit. Nee. Maar hij is natuurlijk ook wel. Natuurlijk ben je zoekend als coach en kijk je naar de kwaliteiten die je in elftal hebt. Maar op het moment dat je er op een gegeven moment 4 uitlaat, die zijn gekocht en je zet daarvoor in de plaats jeugdspelers, omdat je dan aangeeft dat je daar meer vertrouwen in hebt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor die aankopen natuurlijk ook niet fijn. Nee, die ben je dan wel kwijt, hè? Het moeilijkste voor een trainer is als je bij een groep komt met allemaal dezelfde kwaliteiten. Dan blijf je draaien. Mm-hmm. En dan speelt Wesley een keer, traint hij geweldig. Denk, die moet gaan. Dan gaat Jantje weer eruit, dan gaat Wesley erin. En zo blijf je doorgaan. En dat blijkt ook in dit elftal. Ja, maar dat was niet even het niveau van Wesley. Dat was een beetje lastig. Nee, gelukkig maar. Gelukkig maar, dat is een beetje vervelend voor Toot natuurlijk. Maar. Nee, dat, nee. Ja, je begrijpt het niet. Nee, ik snap het wel, maar ik ben mee aangegeven. Hij had ook niet zo heel veel goed materiaal. Hij was zelf nog heel strijdvaardig na afloop van de wedstrijd. Ja, dat moet hij ook zijn. Maar als je namelijk, hoorde je inderdaad zeggen, je bent 24-7 met Ajax bezig. Hoe kan dit dan, na best wel ondertussen een lange tijd dat je hier trainer bent bij Ajax? Ja, dat is natuurlijk de vraag die we ons met z'n allen stellen. Hoe krijgen we het voor elkaar door dit om te draaien? Als ik daar het recept voor zou hebben, dan zou ik het zeker doen. Maar het enige wat ik kan is elke keer blijven hameren, blijven trainen. Ook morgen weer de beelden laten zien. Communicatie achterin, de 2-2 is een lange bal van Utrecht, waarbij volgens mij de rechtsback en de centrale tegen elkaar aanlopen. En dat levert een corner op en een doelpunt en allemaal dat soort dingen. Ja, ik kan niks anders doen dan dat blijven herhalen en in de hoop dat het beter gaat. Heb je het idee dat je volgende week ook nog trainer bent bij Ajax? Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Maar dat weet je nooit, hè. Nee, het is geen statistiek om trots op te zijn, de slechts presterende trainer ooit.